Ik had je graag gefeliciteerd en misschien hadden jullie het ook wel verdiend. Ja, had ik liever ook gewild. Alleen, het zit er niet in. Ik denk wel dat we, om iets positiefs te benoemen, dat we vanavond bijna een uur lang het FC Utrecht hebben gezien dat jullie in potentie kunnen zijn. Nee, kijk, wat ik al zei, van we hebben heel veel kwaliteiten, we weten wat onze kwaliteiten zijn. En ik denk na de eerste kwartier dat we daarna gewoon voetballend heel sterk waren. En dan zie je gewoon dat wij een hele goed team zijn. Alleen ik denk dat we ook daar voor de eerste 15 minuten ook gewoon eigenlijk moeten durven voetballen. En dan zie je vanzelf dat we gewoon een goed team hebben. Ontbrak jullie alleen een beetje geluk vandaag? Nee, ik denk gewoon aan het scoren. Want als je gewoon scoort, dan is er niks aan de hand. Maar ik bedoel, jullie hebben de kans gehad, maar dan wordt hij van de lijn gehaald. Sander van der Streek die recht tegen de keeper aanschiet. Ik bedoel, jullie hebben de kansen gehad. Nee, klopt. En hun hebben bijna geen kans gehad. Alleen ja, jammer dat hun wel scoren en wij niet. Met wat voor gevoel ga je dan die interlandperiode nu in? Met een zuur gevoel, want uiteindelijk verlies je. En als je vandaag had gewonnen, dan had je naar boven kunnen kijken. En dan had je eigenlijk met de top 4 mee kunnen doen. En dat kan nog steeds, alleen ja. Het kan nog steeds, we zijn 9 wedstrijden onderweg. Natuurlijk, ja, alleen ja, als je vandaag had meegedaan, dan was het wel makkelijk geweest. Alleen, wat ik al zei, we hebben nog een paar wedstrijden, we hebben heel veel wedstrijden nog te gaan en daar moeten we voor gaan. Nu even 2 weken geen wedstrijd, of, ja, 2 weken, precies 2 weken. Dan PSV thuis, hoe bereid je daarop voor? Zoals elke wedstrijd. Ik heb niet dat ik voor een andere wedstrijd me anders voorbereid, dus altijd gewoon hetzelfde. Heeft die wedstrijd nog een speciaal tintje voor je? Nee, het is gewoon een wedstrijd op zich. Hetzelfde club waar je hebt gespeeld ook. Klopt, maar het is een wedstrijd op zich. Ik zie elke wedstrijd als een wedstrijd op zich. Het is leuk dat ik daar heb gespeeld. Ik heb mooie tijden meegemaakt. Maar verder niet echt een denderend wedstrijd. Maar als jullie vanavond zo voetballen tegen PSV, dan maken jullie wel kans, denk ik. We maken altijd kans. En zeker als we thuis spelen, dus daar gaan we wel voor.